Ik ben op dit moment onderweg naar Schiphol, want ik vlieg straks naar Japan. Daar hebben ze namelijk Nederland exact nagebouwd. Van de lantaarnpalen tot aan de straatstenen. Ik moet wel even haasten, want mijn vliegtuig vertrekt zo. Even kijken, waar moet ik... Ik ben er al. Dit is Huis ten Bosch, een themapark in het zuiden van Japan waar Japanners heen gaan om zich één dag kaaskop te voelen. Het park kostte $2,5 miljard om te bouwen. Dat is echt veel. Maar dan heb je wel 6 kilometer aan grachten, mokerveel tulpen en 1-op-1 replica's van Nederlandse gebouwen. Kijk, dat is de Domtoren! Ik ben niet zomaar naar deze absurde plek gevlogen. Nee, ik ben hier voor 3 verschillende missies. Missie 1. Beoordelen of deze plek wel echt Nederlands is. Als dat zo blijkt te zijn, verdienen ze deze geweldige oorkonde. Missie 2. Mijn volgers, vrienden en familie 50 uur laten denken dat ik echt in Nederland ben. Missie 3. De officiële mascotte worden van dit park en mijn aartsvijand verslaan. Maar daarover later meer. Welkom! Ik ben er. Wauw. Hallo. Hi. Hi. Ik ben Nederlander. En het is voor mij gewoon heel normaal. Welkom in Nederland. Welkom in Nederland. Ja, welkom in Nederland. I'm Dutch. Holland. Holland? Ja. Ja. Dus welkom. Niet stiekem blauw, hè? Groeten. Ja, yeah, ja. Yeah. We say frikandel. Frikandel. Replica. En ik kan jullie vertellen, het is fascinerend. Echt fascinerend, jullie hebben nog niks gezien. Het is nu donker, maar morgen gaan we beginnen. Het regent. Nederland! Ik besloot mijn dag te beginnen door me vast te bijten in een van mijn missies, namelijk... Ik moet iedereen thuis, mijn vrienden, familie, maar vooral jullie, mijn volgers, laten denken dat ik in Nederland ben. Ja, sterker nog, de komende 2 dagen heb ik een lijst aan online sociale activiteiten die ik moet doen. Komt-ie. Per dag 3 Instagram stories, 1 Insta post en 1 TikTok. En daarnaast moet ik ergens deze 50 uur 1 livestream doen voor al mijn volgers. En ik moet 3 vrienden videobellen en ze laten denken dat ik in Nederland ben. Tijd voor de eerste story. Op dit soort momenten kom ik erachter dat ik echt zo'n oer-Hollander ben. Hè? Ik ben net weer terug uit het buitenland. Echt zo'n mieze regentje. Ik denk, oh, wat lekker om terug te zijn. Holland! Is het een beetje realistisch? Hè? Jij moet zien. Ik denk het wel. Kijk. Er is natuurlijk maar 1 vervoersmiddel wat niet mag ontbreken op deze plek. Ja, 1 fiets graag. Hebben jullie gazellen? Van Moof of Swapfiets? Fiets. Hotel. Fiets. Fiets. Hotel. Oh. En ja hoor, daar ging ik weer. Als een vis in het water. Deze fiets was niet echt gemaakt voor Hollanders van 1,85 meter. Maar ondanks dat kon ik in no time elke uithoek van nep Nederland ontdekken. En ik moet toegeven... Ik kwam aardig veel typisch Hollandse dingen tegen. Het stadhuis, Hotel Amsterdam, kinderkopjes, zo'n lekker Hollands bankie. Uiteraard de Domtoren, brandweer, toeristen midden op straat, naambordjes zoals Breugelstraat, Van Goghstraat, Rubenstraat en Singel, Café de Haven, gezondheid, de Zwaanbrug, restaurant de Rode Leeuw, passage, de Red Light District, hey, knappert, Amsterdammetjes, Delftse Brug, Stadspoort, Delft, molens, tulpen, nog meer tulpen, Japanners die op de foto gaan met tulpen, een Hollander die een foto moet maken van Japanners die op de foto gaat met tulpen, klompen, au, heerlijke stroopwafels en niet te vergeten de warme bakker tante Annie. Annie praat elk half uur. Kijk, daar gaat ze. Goedemorgen, dames en heren. We hebben een heerlijke cheesecake voor u gebakken. Kort maar krachtig, Annie. De warme bakker. Nou, als in Nederland warme bakker, wat denk je dan aan? Frikandelbroodje, slagroomtaartje, potaatje, boterkoeken. Dat zou hier in theorie moeten zijn. Dat is ongeveer alles wat je hier kan halen. Ik versta het niet. Ik heb de hele winkel leeg gekocht. Tijd om erachter te komen of het Nederlandse eten hier net zo realistisch is als de rest. Cream cheese tart. Cheesecake. Gewoon een hele cheesecake. Nog meer cheesecake. Heerlijk? Het is wel echt heel lekker. Kijk, wat zullen we hier hebben? Cheese chocolate cookies. We hebben een heerlijke cheesecake van u gebakken. Dat is maf. Cheese financier. Ik heb echt nog nooit van mijn leven gegeten. Nog een cheesecake. Conclusie. Echt lekker.
Maar ik heb vooral het idee dat de Japanners dit lekker vinden. En omdat ze dan kaas ingooien, dan is het Nederlands. Wil je nog een beetje? Ja, of je nog, want ik zit best veel, best heavy hier zitten. Beoordelen of deze plek wel echt Nederlands is, was belangrijk. Maar misschien wel nog belangrijker was mijn missie om iedereen thuis te laten geloven dat ik in Nederland ben. Ik maakte wat stories, wat foto's voor mijn Insta-post. Maar toen werd ik bruut onderbroken door misschien wel het meest Hollandse karakter dat ik ken. Aangezien ik ambieer om de nieuwe mascotte te worden, besloot ik mee te dansen in de optocht. Dit deed pijn. Heel veel pijn. Nijntje mag dan wel Nederlands zijn. Maar als iemand thuis hoort in deze parade, dan ben ik het wel. Een echte oer-Hollander. Nijntje, wacht maar. Want mijn tijd, die komt nog wel. Na een paar uur had ik het gevonden. Traditioneel Hollands eten. Eindelijk. Kroket. Dat klinkt wel Nederlands. Doe maar kroket. En haring. Haringje. Heineken. Oh ja, ja, dat bedoelde ik. Heineken. En kroket. Dutch traditional. Oké. Okay? Ja, het is meer een soort bitterbal. Ik mis wel een beetje mosterd. Het is kaas. Nee, geen vlees. Ik voel me wel een beetje genaaid. Ik ga ze wel even confronteren. Excuse me. This is not real croquette. Not Dutch croquette. This is cheese croquette. Oh, cheese. It's cheese. Ja, yeah. Maar dat is niet goed. It's not real Dutch croquette. Ik was diep teleurgesteld. Maar ik bleef zoeken naar een Hollandse maaltijd. En net toen ik dacht dat er niks Nederlands te vinden was, gebeurde dit. Het heeft even geduurd. Ik heb vrijwel heel Huis ten Bosch afgezocht naar een typisch Nederlandse maaltijd. Maar ik kan jullie met trots vertellen. Hier bij de Rode Leeuw hebben ze... Jawel. Aardappels, vlees en groenten. En AVG. En niet alleen dat, want ze hebben hier ook... Een beugel. Porneum. Tijd om een matties in Nederland te facetimen. Goedendag, Daan. Ik moet heel snel vandoor. Laten we even morgen lunchen of zo. Ja. Of ontbijten. Maar ben je wel gewoon in Amsterdam? Ik ben het hele weekend gewoon in Amsterdam. Ja. Yeah. Gezellig. Ja, deze is wel check. Je gaat niet mij uitnodigen voor lunch als je denkt dat ik aan de andere kant van de wereld ben. Hey. Jij bent toch ook in Japan geweest? Ja, klopt. Oké, waar ben je nou? Ik ben bij Amstel in de buurt, bij Amstel Hotel. Ja, ja, ja. Ik dacht als ik vroeg klaar ben, kunnen we misschien nog wel even meeten, want ik ben nu toch in Hoofd. Ja, is goed. Dan ben ik klaar. Ja. Hoe is het? We zijn helemaal wat de? Nou, ik moet vandaag naar Beverwijk, dus ik dacht misschien kan ik even langskomen. Maar ik ga even eten bij... De Rode Leeuw. Kennen jullie dat? De Rode Leeuw? Nee. Echt lekker. Ja, moet je echt een keer heen. Kom een keer naar de Rode Leeuw. Ja, ja, deal. Is goed. Later. Nou, ja, kijk. Ze scoren wel echt goed. We zijn weer een paar uur verder. Ik heb de eerste story geplaatst. Op dit soort momenten kom ik erachter dat ik echt zo'n oer-Hollander ben. Hey. I love you. Het is begonnen. Dat betekent dat mensen het nu zullen zien. Deze teller die gaat bijhouden hoe vaak in ieder geval mensen die iets verdachts denken te hebben gezien. Het is inmiddels 10:30 en ik heb een TikTok gemaakt, jongens. Ongelooflijk. Here are the top 5 things you can do when you go to the Netherlands on vacation. Go canoeing. It's very famous because of the Jody Benal song. Kessie canoe. Kerukas. Nou, eerlijk, ik vind hem eigenlijk best wel grappig. Eén ding, namelijk de Instagram post. Dat is deze. Ik ga nog wel een of andere kuttekst onderschrijven. Al sinds ik in Amsterdam woon heb ik een haat-liefdeverhouding met deze stad. Lokale voetbalverenigingetjes en buurtsupers. Locatie, Amsterdam. Here we go. Boom. Ik ga slapen. Als ik wakker word zullen we er wel achter komen hoe Nederland erop gereageerd heeft. Goedemorgen. De hele nacht heb ik reacties gekregen van al mijn volgers. Ik ga ze even lezen. Mijn DM's. Eén specifieke, Jart, die Mattie die ik gisteren heb gefacetimed, die met mij wilde lunchen, weet je wel. Die zegt, deze sequentie aan stories voelen echt als een soort stiekem ben ik wie is de mol aan het doen. Dit telt wel als een verdenking. Jart, je bent scherp. Dan mijn diepzinnige Instagram post. Ook onder de Instagram post geen verdenking. Niks geks. Gewoon safe. Maar dan, de TikTok. 53 reactie. Very good your English. Iemand lijkt op jou. Very good uitlegging. Goed Engels. Nou, we zijn gewoon. Niemand is argwanend. Dit is Japan, een park dan zeg maar helemaal in Nederland. Ze hebben me door. Dit is wel een serieuze verdenking, moet ik eerlijk toegeven. Weet je wat, deze telt voor 10. Tot nu toe ben ik echt tevreden. Vandaag is een nieuwe dag. We gaan even, gewoon even kijken hoe scherp de Nederlanders zijn. Op mijn laatste dag maakte ik nieuwe foto's. Deed ik een rondvaart. Goeiedag dames en heren, we gaan vandaag een leuke tour doen, we gaan vandaag lekker varen. Nou, hebben we er zin in? Oké, dat werkt niet echt.
leerde wat Japanners Nederlands. Proost! En besloot toen live te gaan. Ik ga het lopend doen, want dan maak ik het mezelf nog iets lastiger. Hey, nou hier ben ik. Ik ben wel benieuwd of jullie kunnen raden waar ik ben. Op basis van gewoon even de basis van mijn achtergrondje. Amsterdam, Den Haag, Utrecht. Nou, hij zit er nog niet tussen, moet ik eerlijk toegeven. Urk. Ik ga straks wat laten zien, misschien dat jullie het dan weten. Je bent sowieso in Azië. dat zou wel grappig zijn. Den Bosch. Nou, ik zal jullie een kleine hint geven. Er staat een toren. Misschien herkennen jullie deze toren. Ergens in Nederland. Ja, dat... zo makkelijk komen we er niet vanaf, hè? Elsanne zegt Japan. Nou, dat zou wel echt vet grappig zijn. Dat zou wel echt hilarisch zijn. Maar jullie zullen waarschijnlijk in een filmpje binnenkort wel zien waar ik ben. Doei! Ik was inmiddels best ver met het aftikken van mijn lijstje. Maar één ding wat ik nog niet had gedaan was wraak nemen op een aardsvijand. Want als er iemand een show moet stelen in nep-Nederland, dan is het wel een echte Hollander. Niet een of ander overdreven schattig konijn. Hallo, ik ben een typische Hollander. Ik eet alleen maar kaas. Ik melk de hele dag koeien. Willen jullie met mij op de foto? Kom, dit is jullie enige kans. Een cheese in Holland. Kaas. Kaas. 3, 2, 1. Kaas. De groeten. Nijntje mag er wel dansend op een kar staan, maar deze mascotte is onder de mensen. Ik ben een man van het volk. En het volk... patat met mayo. Had mij geaccepteerd. Mijn tuin staat vol met tulpen. Oké, nu is het klaar. Het is klaar. 'S Avonds post ik al mijn content. Foto, een story quiz en een nogal cringy TikTok die we die dag hadden gemaakt. Nederland, oh Nederland, waar ik zo naar verlang. Oké, als zelfs nu, na deze social media bom, meer dan 75% van mijn volgers alsnog denkt dat ik in Nederland ben, is Huis ten Bosch geslaagd. Mijn eigen oordeel? Buitenkant een dikke 8,5. Serieus goed gedaan. De bakstenen, de straatnaambordjes, alles klopt. Maar de binnenkant? Onvoldoende. Ik had minstens verwacht ergens een haring, een portie kibbeling of een frikandel te kunnen scoren. Maar goed, het gaat nu even niet om mij, maar om jullie. The moment of truth. Ik sta hier voor het stadhuis. Dat is natuurlijk de plek waar ik deze geweldige oorkonde moet gaan opplakken. Mits mensen echt dachten dat ik in Nederland was. Meer dan 75% moet op Nederland hebben gestemd. En als dat zo is... moment van de waarheid. 83. 83! Huis ten Bosch, met vlag en wimpel. Geslaagd! Huis ten Bosch, ik hou van je. Nederland.